De Hagia Irene Kerk in Istanbul was de eerste kathedraal in Constantinopel voor de bouw van de Hagia Sophia in de 4e eeuw na Christus. Sinds de verovering van Constantinopel door de troepen van Mehmed II in 1453 is er in dit gebouw geen plaats meer voor aanbidding. Gedurende 3 eeuwen deed het dienst als arsenaal en in 1976 werd het omgevormd tot een muzikale voorstellingszaal, voornamelijk voor klassieke muziek.